pourquoi les travailleurs de ce secteur seraient-ils les seuls à ne pouvoir bénéficier d'aucune indemnité ? Les artistes, les techniciens, les chargés de production, les chargés de diffusion, les plasticiennes, les danseuses, les maquilleurs tirent tous et toutes la sonnette d'alarme depuis plus de 100 jours. Plus aucune prestation depuis le 13 mars, plus aucune possibilité d'organiser des répétitions ou encore de planifier des événements futurs. L'avenir de tout ce secteur était plus qu'incertain. Je tiens à les saluer aujourd'hui, s'ils nous écoutent encore, et aussi les encourager à continuer de s'organiser pour prendre leur sort en main, parce que ce n'est qu'à travers leur propre mobilisation qu'on est capable dans ce Parlement de faire avancer leurs intérêts. Et plus que jamais, dans les périodes sombres que nous vivons, il est essentiel que la culture gomme le repli sur soi, l'égoïsme. Et pour ce faire, la culture a besoin de considération et de respect. Et cela passe par des mesures d'urgence, mais aussi des mesures structurelles et pérennes. Que fait un artiste lorsqu'il ne preste pas, lorsqu'il ne remplit pas une journée de contrat, contractuellement, une prestation artistique? Quand il ne preste pas, un pianiste qui ne preste pas, il répète, il s'entraîne, il crée, il produit, il imagine, il recommence, il réessaie, il retente, bref, chaque jour de l'année, les travailleurs et les travailleuses des arts, justement, mevrouw Landry, travaillent. Maar die pianist die nu al 4 maanden geen inkomen heeft, wat moet hij dan nu doen? Daar gaat het over, hè? Over wat dat hij nu moet doen als hij aan het creëren is, aan het composeren is, als hij allerlei zaken aan het doen is die te maken hebben. Wat moet hij nu doen? Hoe komt er brood op de plank op dit moment voor die kunstenaar? Daar gaat het hier nu over. Sommigen hebben karretjes ontsmet bij de supermarkt om die periode te overbruggen. En daar is inderdaad niks mis mee, maar niet iedereen heeft die kans gekregen. Maar anderen hebben er gewoon de brui aangegeven omdat ze geen eten kunnen kopen, hun huur niet meer kunnen betalen en dat ze eigenlijk het kotsbeu zijn. En op die manier gaat er misschien wel enorm talent verloren. Alleen de dag van het concert of van een tentoonstelling wordt betaald. En inderdaad niet de voorbereidingen. Dat zou zijn eigenlijk als je het vergelijkt met iemand die gewoon werkt, dat iemand die keukens bouwt, dat die alleen maar zou worden betaald voor de dag dat hij de keuken komt installeren in uw huis. Je regrette qu'au nom d'un compromis politique nécessaire à faire passer cette loi, il ait fallu faire comme si la saison artistique pouvait redémarrer, dans le meilleur des cas, en moins de 3 mois, ce qui est tout simplement irréaliste. Soutenir les artistes, c'est soutenir ce qui fait respirer un peu mieux notre démocratie. We vinden dat de kunstenaars in deze moeilijke en vooral onzekere tijden ook die steun verdienen. Ik heb de indruk dat collega Anse ter voorbereiding van dit debat zo een lijstje met vragen gesteld heeft aan wat dat er zo af en toe nog paste en resten, dat u dat nu stelt. Ja, ik dacht van gaat er bij iemand nemen op het feit dat dat nu wel effectief de zwaarst getroffen sector is of niet? Allee, ik weet niet of dat zo'n bijzonder interessante vraag is. Het enige waarom dat ik het zeg, is omdat het een sector die nu nog altijd niet volledig kan opstarten. Daarom heb ik het gezegd. Maar, meneer Ansteep, dat is een redelijke vraag naast de kwestie voor wat er hier nu op tafel ligt, denk ik. Ik denk niet dat we hier nu een debat moeten voeren over het feit of dat dit over een zwaar getroffen sector gaat of niet, of dat er één sector zwaarder getroffen is dan de andere. Dat is geen interessante vraag om te stellen. Goed, uw tweede vraag, collega Ansteep. Ik denk dat u het gewoon echt wel niet wil begrijpen. Ik heb het gezegd. Het zijn inderdaad mensen die artistieke taken uitvoeren, hè, die ook soms bijklussen. En door het feit dat zij al die verschillende dingen doen, hebben ze vaak nog in het ene, nog in het andere vakje genoeg opgebouwd om op dit moment ondervangen te worden. Meneer Anseeuw, al die mensen die ik geciteerd heb, dat zijn mensen van vlees en bloed, die hebben tot nu toe geen euro ontvangen. Zijn dat dan allemaal leugenaars? Collega Anseeuw. Maar en u... Ja, en de jobs die lagen ook voor het rapen tijdens corona natuurlijk. Het is daarom ook dat we de degressiviteit van de uitkering hebben beperkt. Omdat iedereen maar een job kon vinden toen. Hè. Ze lagen allemaal voor het rapen. En nu, u gaat ervan uit dat een kunstenaar niet werkt, meneer Anseeuw. U begrijpt niet dat een pianist in de coronatijd... Ik denk dat mijn micro aan staat, hè, meneer Anseeuw. Mijn micro staat aan, niet die van u staat aan. Meneer Anseeuw, u hebt het woord niet. Als je vraagt stelt, moeten we luisteren ook, hè. Meneer Anseeuw, u hebt het woord niet. Het is geen mooi spektakel, hoor.
Je hebt echt en we staan hier niet alleen in dit halfrond. We zijn voor alle burgers van dit land aan het spreken. Ik heb geantwoord. Goed. Ik heb het net gedaan, maar luistert niet. Je hebt ook niet geluisterd naar alle mensen in deze sector, meneer Anseel. En hier zijn laatjes.